Operatie CWZ onder de maat. Boerengolfoorlog in de Achterhoek. Animatiefilm maakt kans op Oscar. Dag dames en heren, goedenavond. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen scoort slecht als het gaat om darmoperaties. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Landelijk ligt het aantal hersteloperaties dat na de tijd nodig is rond de 8%. In het CWZ is dat bijna het dubbele. Als er sprake is van darmkanker of een ernstige ontsteking, wordt een stuk van de darm weggehaald. De darm wordt weer aan elkaar gemaakt, waardoor er een naad ontstaat. De meest voorkomende complicatie is naadlekkage. Dan moet het dus opnieuw worden geopereerd. Landelijk gebeurt dat in 7,7% van de gevallen. Bij het CWZ ligt dit percentage op 15,5%. We hebben een aantal factoren natuurlijk bekeken. Wie opereert er? Chirurgen in opleiding of stafchirurgen? Nou, zo kun je een heel rijtje bedenken. Maar daar komt niet één duidelijke oorzaak uit. Want dan was het probleem ook snel de wereld uit. Maar helaas is het een complex van factoren, ook patiëntfactoren. Hè? Mensen, ouderdom, kanker, slechte voedingstoestand. En dat soort dingen allemaal opgeteld leidt tot problemen na dit soort chirurgie. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde moeten ziekenhuizen die boven de 12% hersteloperaties uitkomen kritisch kijken naar hun prestaties. Je moet kijken, hé, wat is er aan de hand? Dat wil niet zeggen dat je acuut alles moet stoppen. Je moet gaan zoeken, waardoor kom ik zo hoog? En vind je een goede verklaring, dan is er niks aan de hand. Maar vind je die niet, dan moet je je hele procesgang kritisch bekijken om te kijken waardoor het komt. Het CWZ is ervan overtuigd dat het aantal heroperaties omlaag gaat. Maar 0% wordt het nooit. De vragen zullen er zeker komen deze week, ook op de polykliniek. En het is de mensen goed recht, want je kunt het. En wij moeten zorgen dat we die openheid blijven houden. Maar we zullen ze nooit kunnen garanderen dat je in het Canisius ziekenhuis zonder naadlekkage geopereerd kan worden. En degene die dat wel beweert, die liegt. De politie heeft 15 tips binnengekregen over de 23-jarige man die ontsnapt is uit de Rekkense jeugdinrichting Rentree. De man was met onbegeleid verlof, maar keerde ruim een week geleden niet terug naar de kliniek. Hij wordt verdacht van meerdere gewapende overvallen. Woensdag zou hij nog een drankenzaak in Amsterdam hebben overvallen onder bedreiging van een mes. In de Achterhoek woedt altijd een heuse boerengolfoorlog. De bedenker van het spel, Peter Wenink uit Lievelde, is boos op eibergenaar Tom Groters, omdat hij ten onrechte de naam Boerengolf gebruikt. Vandaag opende Groters zelf zijn eigen boerengolfbaan. Dit is de nieuwe boerengolfbaan van Tom Groters in Eibergen. Officieel mag hij de term boerengolf niet gebruiken, want bedenker Peter Wenink heeft de merknaam vast laten leggen. Maar de rebelse Tom Groters heeft daar maling aan. Ja, hier wordt echt boerengolf genoemd. Boerengolf met een hoofdletter of met een kleine letter. Het maakt mij niet uit. Het is boerengolf. Het blijft boerengolf. En dan komt er opeens iemand in Eibergen die naar dat boerengolf zich al 3 jaar lang ontwikkeld heeft. Die opeens zegt dat hij de vertegenwoordiger is van boerengolf. Dat hij de belangenbehartiger is van boerengolf. Dat mensen voor juridisch advies bij hem terecht kunnen. En hij zegt dus nu gewoon dat dat boerengolf van hem is. Beiden hebben hun eigen medestanders in boerengolfland. De strijd loopt steeds hoger op en Groters wil het gevecht nu ook voor de rechtbank aangaan. Als hij nu een kerel is, dan maakt hij zo snel mogelijk een afspraak met zijn advocaat. En vraagt hij mij zeg maar om te komen naar de arrondissementsrechtbank om een uitspraak te krijgen over het gebruik van de naam boerengolf. En wat hij ook probeert met boerengolf, hij haakt er tegenaan. Dat is juridisch heel ingewikkeld te bestrijden, maar het is wel, het kan eigenlijk niet. Ja, moet ik dan zeggen van we zullen hem een keer aanpakken? Ja, dat zal waarschijnlijk wel een keer gebeuren. Maar dat doen we het samen met de Vereniging van Boerengolfbaan-eigenaren. Maar wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Het blijft een ingewikkelde discussie. En in dit geval ja, acht ik toch wel argumenten aanwezig om te zeggen dat het merk Boerengolf voor het spelletje wat we ook al aanduiden als Boerengolf, nou, dat niet een geldig merk is. We zijn het erg zat, ja. Maar goed. Dat zijn dingen die komen op je weg en je doet je beste, maar je kunt ze niet altijd voorkomen. Ja, nou, je kunt zeggen dat ik een beetje een dondersteentje ben, maar in principe doe ik niks verkeerd. Tot slot komt Tom Groters nog met een nieuwe variant, frisbeegolf. Dus is het nu wachten op de frisbeegolfoorlog. Dat stilzitten niet voor elk kind moeilijk is, bewezen vanmiddag meer dan 100 jonge deelnemers aan de Kids Statues in Arnhem. De kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar trokken, verkleed als levend standbeeld, veel bekijks.
Duizenden bezoekers vergaapten zich aan de levende standbeelden die rond de Eusebiuskerk stonden opgesteld. De kinderen waren onder meer verkleed als vlinder, als Cupido en als Barbiepop. Het evenement in Arnhem is mateloos populair. World Statues trok vorig jaar al 300.000 bezoekers en dit weekend verwacht de organisatie nog meer mensen. Daarom zijn er extra maatregelen genomen om de enorme mensenmassa in goede banen te leiden. Morgen zijn de volwassen living statues aan de beurt. TV Gelderland zendt morgenavond een extra programma uit over dat evenement. Jarenlang heeft hij eraan gewerkt en niet voor niets. Nijmegenaar Remco Polman maakte met zijn animatiefilm Mortal kans op een Amerikaanse Oscar. Het filmpje is een van de twee Nederlandse inzendingen voor deze prestigieuze filmprijs. Mortal gaat over een mannetje in een kamer zonder raam. Hij ziet dat één steen van de muren los zit en kruipt er doorheen naar een andere ruimte. Dan ontmoet hij zijn dubbelganger. Ik heb met deze film een film proberen te maken die ik eigenlijk al een tijdje graag wilde maken. En het is daarmee ook best een persoonlijk filmpje geworden. En dan is het fantastisch als je namens Nederland daarmee naar de Oscars gaat, natuurlijk. Mortal ging in première op het Nederlands Filmfestival als voorfilm van Zwartboek van Paul Verhoeven. Het maken van de film kostte €50.000. Mortal duurt slechts 5 minuten en 20 seconden. Maar toch duurde het tekenen alleen al 9 maanden. Ja, je moet rekenen dat elk beeldje wat je ziet in een film moet gewoon getekend worden. Het zijn 24 beeldjes per seconde en hij duurt 5 minuten 20, de hele film. Dus ettelijke duizenden. Ooit studeerde de 37-jarige Remco Polman filosofie. Maar uiteindelijk koos hij voor een hele andere richting. Hij ging als animator aan het werk bij tekenstudio Moves in Nijmegen. Mortal is zijn eerste persoonlijke film. Dit is het moment dat hij de steen door de muur duwt. Dus je hebt deze losse tekeningen en achter elkaar gezet in de computer. Ik kleur ze ook in de computer. Ik zet de achtergrond erin in de computer. Die blijft natuurlijk hetzelfde. Die achtergronden zijn ook met de hand getekend. En dan krijg je dus het doorduwen van de steen. Nederland heeft de laatste 20 jaar 2 keer een Oscar gewonnen in de categorie animatie. Voor zo'n klein land met beperkte budgetten is dat best bijzonder. Als je het vergelijkt met Amerika, daar is animatie maken is echt productiewerk, is fabriekswerk, is een industrie. Daar werken ze ook met honderden mensen aan één film. De meeste lange films komen ook uit Amerika. Ik denk dat in Nederland animatoren veel meer in hun eentje bezig zijn. Wat je dan meer krijgt is gewoon de zogenaamde auteursfilm. En dat is een persoonlijke film. Of de tekenfilm ook echt wordt genomineerd, is pas in januari volgend jaar bekend. 1 maand later is de Oscar-uitreiking. Het vandaag begonnen Huntenpop in Varselder dankt zijn bestaan aan vrijwilligers die het beetje dat ze verdienen in de club- of verenigingskast stoppen. U ziet het na het kort nieuws. 3 Apeldoornse kermisbazen die begin deze maand hun grijparmattracties moesten achterlaten op een kermis in Polen, krijgen die voorlopig niet terug. De Apeldoorners beschikten volgens de Poolse Belastingdienst niet over de juiste papieren. Justitie in Polen bereidt nu een rechtszaak voor die op zijn vroegst over een half jaar begint. Tot die tijd moeten de attracties in Polen blijven. Bewoners van de Waalsprong in Nijmegen moeten het voorlopig doen zonder polykliniek in de wijk. De kliniek zou in september klaar zijn, maar omdat gedacht werd dat de poli te dicht bij een gasleiding zou komen, is de bouw vertraagd. De bedoeling is dat de polykliniek nu eind dit jaar klaar is. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat zich buigen over de gevaarlijke fietsbrug in Weurt. De brug is spekglad omdat de rubberen matten die op de ijzeren roosters liggen versleten zijn. Hierdoor zijn al meerdere mensen gevallen. De PvdA in de Tweede Kamer vindt dat Rijkswaterstaat al lang iets aan de situatie had kunnen doen, omdat het probleem al in juni bekend was. Een woning van een flat aan de Huissensestraat in Arnhem is vanmiddag grotendeels uitgebrand. Het vuur ontstond in de keuken. De bewoner viel in slaap terwijl er nog een frituurpan aanstond. Op het moment dat de brand uitbrak waren 6 mensen in het appartement aanwezig, maar niemand raakte gewond. Ze werken zich dagenlang in het zweet. Ze ploeteren alsof het hun eigen feestje is. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is het Achterhoekse muziekfestival Huntenpop een groot succes. Ze doen het allemaal voor hun vereniging. Al die cashières, schoonmakers en bierschenkers werken namelijk voor de clubkas. Opvallend en dus zeker niet te missen hangt het nieuwe vaandel van de schutterij in de grote biertent. Hier hebben ze jarenlang voor gewerkt tijdens dit festival.
De vrijwilligers van de Eendracht krijgen zelf geen cent voor hun werk. Al het geld ging in een aparte spaarpot voor deze nieuwe vaandel. De vaandel kost 4.500 euro. Is geheel met de hand geborduurd. En de beduurder maakt ook de kostuums van Willem-Alexander. Dus dan moet je wel iets goeds hebben. Het muziekfestijn Hunterpop maakt gebruik van tientallen vrijwilligers. Ze doen vooral het werk dat niet per se door een professioneel bedrijf gedaan hoeft te worden. De organisatie kiest vooral voor plaatselijke verenigingen. Schietverenigingen uit de buurt, schutterijen uit de buurt, de plaatselijke muziekvereniging. Goed, en zonder die mensen is er niks te doen eigenlijk. Krijgen we niet voor elkaar. Hey, Mr. Swing. Mijn beloning. Dat is een dag heel veel plezier. Met heel veel vrijwilligers. En morgenavond hebben we een kleine feestavond. En dat is voor ons een beloning. Maar het is gewoon een eer om hier te mogen werken met zo'n mooi festival. De vrijwilligers krijgen dus niet persoonlijk betaald. De afspraak is dat de kleine vergoeding naar de clubkas van elke meewerkende vereniging gaat. En dan vraag is meestal, god, met hoeveel mensen moeten we komen? Nou, kom dan met 15 mensen. Nou goed, en dan weet je zelf, vele handen maken licht werk. En of je nou 5000 platen alleen moet verslepen, of je doet het met 20 mensen, dan is het een kwestie van delen. Nou, en dan is het eigenlijk een peulenschilletje. Dan stelt het niet zoveel voor. En dan vallen de bedragen voor de vereniging op zich heel goed mee. Gemiddeld zeg maar 1000 euro. Dus zo ongeveer. De vrijwilligers van de Eendracht zijn nu aan de sparen voor verf en bouwmateriaal. Om het clubgebouw op te knappen. Vandaag hadden de bezoekers en de vrijwilligers van Hunterpop prachtig festival weer. Hoe dat morgen en daarna is, dat hoort u van Dennis Wild vanuit Wageningen. Goedenavond, dames en heren. Een heel goed begin van dit weekend was het vandaag met flink wat zon en hoge temperaturen. Vanmiddag rond de zomerse 25 graden zelfs. Maar het begon vanochtend niet overal zo mooi. Want het was in eerste instantie grijs met mist en ook laaghangende bewolking. Maar al snel brak het zonnetje door. Er kwamen ook wel weer wat wolkenvelden. Maar vanmiddag was de zon toch echt overtuigend aanwezig. Prima weer om er lekker op uit te gaan. Heel rustig met het stoomtrein. Treintje bijvoorbeeld in de buurt van Ede. Ja, hij reed vandaag weer. Maar op veel plaatsen is er van alles te doen geweest vandaag. En ook morgen is dat nog het geval. Het weer zit in ieder geval goed mee dit weekend. Rustig is het trouwens ook in de atmosfeer in onze omgeving. En dat heeft positieve gevolgen. Op de barometers kunnen we het ook zien. Hoge barometerstanden. En dat komt door een hoge drukgebied hier boven de oceaan. Met een uitloper naar het westen van Europa. De storingen, waar ook het slechte weer bij zit, die trekken met een grote boog helemaal over het noorden van Europa. Vooral in Scandinavië is het sterk wisselvallig. Bij ons af en toe wel wat randstoringen. Bewolking vooral, die vanaf de Noordzee langzaam afzakt. En ook vannacht zal dat weer het geval zijn. Maar tot die tijd hebben we te maken met de wolken die we nu hebben. Die verdwijnen vanavond ook weer. Dus vannacht wordt het ook weer helder. Deze wolken zijn dan in ieder geval weer verdwenen. En in die heldere lucht koelt het af naar 13 of 14 graden. Misschien dat er opnieuw een enkele mistbank ontstaat. En later in de nacht dan krijgen we die wolkenvelden die weer vanuit het noordwesten geleidelijk aan binnentrekken. De wind, ja, die stelt niet zoveel voor. Een windkracht 1 of 2. Morgen is die wind nog altijd in die noordwesthoek, want hij gaat geleidelijk aan draaien naar die richting. Trekt ook een beetje aan langs de randmeren, wordt die matige windkracht de 3. En we hebben dan in de ochtend nog te maken met vrij dikke wolkenvelden, waar af en toe ook een spatje motregen uit kan vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vooral morgenmiddag veel zon en dan lopen de temperaturen op naar 21 of 22 graden. Iets minder warm dan we dus vandaag hebben gehad. En dat komt door die wind uit die noordwesthoek. En de komende dagen gaan we dat ook merken, want na het weekend dan is de temperatuur toch iets te laag voor de tijd van het jaar. 18, 19 graden met dikke wolkenvelden, vooral maandag en dinsdag, die vanaf de Noordzee geleidelijk aan het land binnentrekken en ook de provincie Gelderland gaan bestrijken. Pas vanaf woensdag weer wat meer zon. Ja, en met dat zonnetje erbij en 19 graden, ja, is het toch niet echt afzien. Een goed weekend verder. Tot zover het nieuws van deze zaterdag. Pim van Lommel is een Gelderse cardioloog die opzienbarende conclusies trok na jarenlang onderzoek naar de bijna doodervaring. Vorig jaar was hij een van Peter van den Houts gasten in het programma De Torenkamer. Zometeen na de reclame ziet u een herhaling van deze bijzondere uitzending. Ik wens u nog een fijne avond.